Hey, leuk dat je luistert naar de Kat Cool Know podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag, wat maakt jou rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers. En ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Cool Know podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool Know podcast. En vandaag heb ik weer zo'n toffe gast, namelijk Annemieke Dissink. Hey Annemieke, welkom. Hallo, wat leuk dat ik te gast ben bij jou vandaag in jouw podcast, Kat. Dat vind ik echt super tof. Ja, ik vind het ook heel tof, want je hebt zelf een hele leuke podcast. We hebben elkaar ontmoet in Miami op een mastermind met Elko en Dolly. En dat was fantastisch en heel inspirerend. En ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar om nog meer van jou te weten te komen. Maar allereerst vind ik het heel leuk, ook voor de luisteraars. Wil jij misschien iets over jezelf vertellen? Van wie ben je, wat doe je, waar word je blij van? Oh ja, dat zijn zoveel. Wie ben ik, wat doe ik en waar word ik blij van? Dat zijn al antwoorden waar je bijna gewoon een uur per antwoord over kan praten. Maar laten we het kort houden. Wie ben ik? Nou, Annemieke Dissink, 35 jaar. Ondernemer geworden toen ik 19 jaar was. Eigenlijk helemaal per ongeluk door een schoolopdracht erin gerold. En ook altijd gedacht dat ik dat helemaal niet wilde en dat ik dat niet kon. Maar ik vind het wel heel leuk en stiekem. Speelde ik vroeger altijd al bedrijfje. Dus het feit dat ik na al die jaren nog steeds ondernemer ben, zegt wel dat ik het echt hartstikke leuk vind. We begonnen ooit in een beetje communicatieachtige klussen. En nu na heel wat omzwervingen weer terug bij de oude liefde. Niet per se communicatie, maar wel marketing. Ik ben daar eigenlijk bijna het liefst de hele dag mee bezig. Met vooral hoe kan ik andere mensen laten shinen, hoe kan ik zorgen dat zij het voor het podium krijgen voor datgene wat zij te bieden hebben. En dat daar word ik heel blij van. Sowieso word ik heel blij van mensen, eigenlijk wat jij hebt met het goud uit iemand halen, dat heb ik met het idee dat mensen hun grootheid meer gaan laten zien. En het podium daarvoor gaan pakken, hoe ze dat dan ook maar willen. Dat kan op zoveel manieren. Dus dat is eigenlijk na anderhalf jaar een beetje te zijn gaan zoeken met waar word ik nou echt het meest blij van. Ik kwam dat er toch iedere keer weer naar voren. En heb ik besloten om dat gewoon volop te omarmen en daar lekker de komende zoveel jaar weer verder mee te gaan. Ik zit eigenlijk in een soort van transitieperiode. In een niet in between bedrijven, maar wel een heel klein beetje. Maar vooral door de vraag te volgen, waar word ik nou zo blij van? Wat doe ik? En wie ben ik? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste vragen die ik in de afgelopen anderhalf jaar voor mezelf steeds probeerde te beantwoorden. En mijn hart gaat gewoon sneller kloppen van mensen die doen waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden. En daarmee ook andere mensen echt verder kunnen helpen. Dus het was voor mij tijd om daar verder in te gaan duiken en daar mijn carrière rondom vorm te geven. Dus in een nutshell. Ja, cool. en hoe doe je dat dan? Anderen laten shinen? Wat voor dingen doe je voor ze of met ze? Of waar help je ze mee? Ik kan een aantal voorbeelden noemen, want het is best wel divers. Er zijn bedrijven die gewoon sec zeggen, oh ja, neem dit hele stuk van mij over en dan zorg ik met mijn team dat hun magie vertaald wordt naar een hele strategie online en offline. Maar er zijn ook gewoon mensen die letterlijk doen we het eigenlijk samen. Staan we samen aan de zijlijn eerst heel hard een plan te bedenken en dan gaan we ervoor. Dus bijvoorbeeld een hele leuke dame. Daar doe ik nu al een aantal jaar haar lanceringscampagnes mee. Dus dan doen we eerst bereiden we haar challenge minietjes voor. Dan komt die challenge week en een salesperiode. En in die tijd
komt eigenlijk alles wat we al die maanden daarvoor hebben voorbereid samen. En ik vind er geen grotere kick te bedenken als zij aan het einde daarvan denkt, ja, ik heb gewoon weer meer dan 50 nieuwe mensen die ik mag gaan helpen het komende jaar. En dat worden er natuurlijk iedere keer meer. Dat is, ja, ik vind het heel tof dat andere mensen meer, ja, meer hun ding mogen doen doordat ik mijn ding doe. Dat, ja. En ik kom er wel steeds meer achter, het zijn heel veel vrouwen. Ik ben er nooit zo van geweest om dat echt te benoemen. Het was in de afgelopen 15 jaar waren mijn grootste van mijn klanten was wel vrouw. Maar ik merk toch wel serieus dat ik nu zoiets heb met, ja, potverdorie, ga nou allemaal eens eventjes echt staan voor wat je te bieden hebt. En ga die invloed die je hebt, want die hebben we allemaal, nou eens echt gebruiken. Dus mijn grote, soort van grotere droom voor in ieder geval de komende maanden is dat om te gaan zetten naar een internationale business, specifiek voor vrouwen, waarbij we echt gaan focussen op, ja, die grootheid naar buiten. Ja. Ja, het is helemaal niet dat het niet leuk is om met mannen te werken. Maar op een of andere manier, veel vrouwen houden zich toch echt klein. En dat is zo jammer. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind mannen hartstikke leuk om mee te werken. Alleen heel vaak merk ik dat zij, nou ja, of dingen op een andere manier oppikken en er wel mee aan de slag gaan. Maar dat er bij die vrouwen ook nog al die mindset in de weg zit met, oh, kan ik dit wel? En is het wel de juiste tijd? En ben ik hier wel geschikt voor? En al die vragen die dan ook nog naar voren komen. Om maar niet te spreken over imposter syndrome. Als je dan eindelijk zover bent om je podium nog groter te pakken. En het zijn vrouwen die echt al heel veel hebben gedaan, hè? Gepromoveerd zijn of een hele carrière achter zich hebben, een mega succesvol bedrijf. En toch nog steeds is er iedere keer weer zo'n plafondetje waar je tegenaan zit te staren met, oh, ik wil er wel naar boven. Maar ja, het lukt me nog niet om echt zowel in mindset als in aanpak te kijken naar hoe ik dit nou moet gaan aanvliegen. En nou ja, daar help ik heel graag bij. Ja, super. Ja, want het is, kijk, het is soms eerst al spannend om te dromen van, hé, wat is dan allemaal mogelijk, weet je wel, hè? Van, ja, kan ik dat inderdaad wel, mag ik dat wel willen? En dan vervolgens natuurlijk ook nog van, ja, hoe ga je dat dan doen? En als je dan inderdaad op dat volgende level bent, van, ja, en nu, weet je wel. Het is niet zo dat als je zoveel nullen verdient, dat je dan in één keer de wijsheid in pacht hebt en dat je dan in één keer weet hoe je het moet doen, want bijvoorbeeld lanceren van een nieuw programma of whatever je te bieden hebt, dat is natuurlijk op elk level eigenlijk spannender. Want als er meer nullen te verdienen zijn, dan is er ook meer te verliezen. En dus in die zin is het eigenlijk helemaal niet zo van dat je het ooit helemaal precies kan weten van hoe je het aan moet pakken. Dus ja, dat is super als je daarmee geholpen kan worden. Ja, en er is natuurlijk ook heel veel waarbij mensen denken, het moet zo. En het moet zo, dat is helemaal niet altijd zo. Of maar ik had bij die goeroe zei, ja, je mails werken niet meer. Dus we kunnen geen mails meer gebruiken. Oh, echt, hell yes, dat we mails kunnen gebruiken. Alleen, je kunt niet, zoals sommige mensen nog wel steeds denken, gewoon een mailtje sturen. En dat dan ineens die sales binnenkomen. Nee, zo werkt het niet. Maar als je de hele tijd overal hoort, oh ja, nee, maar dit werkt niet meer en dat werkt wel. En iedereen roept wat anders. Dan raak je ook heel snel van jezelf verwijderd. En in een soort van overwhelm met, oké, ik weet nu echt niet meer hoe ik het aan moet pakken. Of erger nog, ik blokkeer gewoon en ik doe niks meer. Of ik probeer wat en dan denk ik, zie wel, het is weer niet gelukt. Dan bevestig je eigenlijk dat die angst die je al voelt, die wordt gewoon bevestigd door dat je zelf een beetje half bakken en weg van je eigen sterktes in actie komt. Ja, dat is helemaal waar. Dit wat je zegt, dus, dat komt best wel veel voor. Gewoon dat, ja,
Weet je, maar hoe kan je het weten? Ja, je moet, iedereen haalt zijn kennis ook maar ergens vandaan. En dan is inderdaad weer een of andere guru die roept van... ja, dit werkt niet meer. Terwijl ja, het is inderdaad wel zo dat heel veel dingen werken voor bepaalde mensen niet... en voor andere mensen weer wel. En ja, daarom geloof ik natuurlijk zo erg in storytelling... is dat dat natuurlijk in principe altijd werkt. Dat is al bewezen. Ja. Sinds de oudheid. Maar dat is wel... Ja, en connectie. Ja, weet je, hoe doe je dat? Hoe zorg je dan dat je connectie maakt door verhalen en door... Ja. En marketing is natuurlijk eigenlijk ook niet meer dan dat. Dat is gewoon connecten met de juiste mensen. En hoe ga je dat nou slim en leuk aanpakken? Zonder dat het voelt als iets van, we moeten weer leuren voor ons geld. Ja, ja. Hè? Dus, ja, en dat is het mooie is dat het eigenlijk alleen maar... meer gaat draaien ook om die, met alle ruis die er is en met alle bullshit die er ook is, wordt die connectie en dat verhaal wordt alleen maar belangrijker. Ja, dat denk dat ik inderdaad. Is, ik weet het wel zeker. Het is, maar het moet ook altijd verder gaan dan een trucje, want dat voelen mensen natuurlijk ook gewoon. Een connectie kun je, eigenlijk ook niet faken. En een verhaal is, als het niet jouw verhaal is, ook niet congruent. Dus, maar ja, weet je, dat hoef ik tegen jou niet te zeggen. Want dit is waar jij zelf natuurlijk ook helemaal warm van wordt. Dat, en we hebben dezelfde missie in die zin. Dat we natuurlijk allebei gewoon echt heel graag willen dat mensen echt hun ding gaan doen. Dat ze gewoon dat eruit halen wat erin zit. Want het is zo zonde... Als je gewoon... Weet je, iedereen heeft gewoon zo'n hele kist met goud. En de meeste mensen zitten met hun kont op die kist. En die zien gewoon helemaal niet wat er allemaal te vinden is. En hoe gaaf dat is voor andere mensen weer om te delen. En oh my god. Ja, en het ligt altijd recht onder je neus. Maar op een of andere manier hebben we er dan regels aan verbonden. Het kan niet zo makkelijk zijn. Of het kan niet zo leuk zijn. Het moet wel heel moeilijk en hard en... Ik zei pas ook nog tegen iemand, de passies die jij hebt en de boeken waar je naartoe wordt aangetrokken, dat is allemaal niet random. Dat heeft gewoon te maken met datgene wat jij, met wat en hoe je het mag vormgeven binnen jouw bedrijf. Dus je hoeft niet te denken, maar dat is voor mijn plezier, dat doe ik voor mijn hobby, daar mag ik niks mee. Hoe meer je van jezelf daarin kunt stoppen, hoe mooier het ook wordt en hoe echter het wordt en hoe meer dat verhaal ook klopt en hoe mooier die connecties ook worden. Omdat mensen gewoon zien dat er bij jou een licht aangaat wat zo fel is dat we er niet meer omheen kunnen. Zonder dat ze verblind, maar gewoon... Nee, maar precies dat. Ja, maar precies dat. En het ligt gewoon recht voor je. Maar meestal ben je er zelf blind voor. En daarom zijn er natuurlijk mensen zoals jij... die kunnen helpen om het zichtbaar te maken. En ook om mensen te laten realiseren van... maar mijn hobby's tellen ook mee. Ja, weet je wel, zo van... ik bedoel, als je... Hoe lekker zou het zijn als je gewoon dingen gewoon het meest... Kijk, je moet af en toe wel eens iets doen waar je geen zin in hebt. Tuurlijk, hey, prima. Maar dat je gewoon lekker kan doen wat gewoon bij je past. Wat vanzelf gaat, waar je al lekker op aangaat. Ja, dan die vibe, die voelt iedereen. Wordt alles makkelijker van. Ja, en dan kom je echt vanzelf al op het punt dat je die dingen die je niet leuk vindt, dat je die niet meer zelf hoeft te doen, hoor. Dat uiteindelijk is alles uitbesteedbaar, dus bijna. Maar dit is wel... we hebben op een of andere manier nog gewoon te veel verhalen over het moet in een hokje passen en het moet heel gepolished zijn en het moet maar niet te veel laten zien van mezelf, want wat als ze erachter komen dat onzin, hoe echter hoe beter. Ja, nou, zelfs de grootste acteurs en talenten hebben dat, hè, dat ze nog misselijk in de coulissen staan, dat ze zeggen waarom wou ik dit ook alweer? Terwijl ze al, weet ik veel, hoeveel oeuvreprijzen hebben gewonnen, weet ik het wat. Ja, maar tot het moment dat ze daar staan, hè, en dan gaat die knop om, en dan denken ze er niet eens meer aan, want dan kom je in die flow terecht, waarbij je echt doet, waarvan je weet, maar dit is wat ik hier te doen en te geven heb. Dus
En hoe cool dat je dat zelf dus bij jezelf ook weer... Nou ja, dat je daar ook weer dichterbij bent gekomen op een andere manier. Dus soms moet je ook een omwegje maken om weer terug te komen bij wat eigenlijk altijd al je ding was. Hè? Dat is ook grappig. Ja. Nou, hoewel ik niet eens denk dat ik daar heel ver van weg ben geweest. Want in de afgelopen jaren... ik denk dat wij bestaan nu bijna 13 jaar. En het grootste gedeelte van mijn tijd besteed ik aan gesprekken voeren met mensen over deze onderwerpen. En daar ga ik sowieso al aan van. Dus ik heb niet het idee dat ik daar heel ver van weg geweest ben. Alleen wat ik op een gegeven moment merkte is... waarom doen zo weinig mensen het echt? Waarom volgen we overal cursussen en trainingen om te leren hoe je iets moet doen? En denk je daarna, oh ja, nou moet ik het doen. En dan doe je het niet. Dus mijn grote drijfveer zit niet alleen bij dat... goud in jouw woorden, grootheid bij mij, naar boven halen, maar ook gaan zorgen dat mensen al dan niet zelf het zichtbaar gaan maken. En dat is waarom ik op een gegeven moment dacht, ja, weet je, als je het zelf niet doet, dan ga ik het wel even voor je doen. En op een gegeven moment zei een klant tegen mij tijdens zo'n gesprek, het is nu al de derde keer dat je zegt, laat mij het dan even voor je doen. Waarom doe je het? Ja, doe maar. En toen merkten we sowieso al dat het zoveel sneller, makkelijker en beter ging voor iedereen. En dat ik ook zelf echt hier helemaal blij van werd. Dat ik dacht, oké, zo simpel kan het soms ook gewoon zijn. Gewoon iedere keer blijven volgen wat mijn buik zegt. In, oh ja, dit vind ik leuk, daar heb ik zin in. En dat het ook gewoon oké is. Ja, geweldig. Nou ja, en dan haal je ook resultaten. Dat is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. Ja. Nou ja, ja. Dat moet ook, wat dat resultaat ook dan maar is. Maar resultaat moet er altijd zijn. Anders dan is het voor mij ook niet bevredigend. Dat, dat is wel interessant inderdaad. Hey, Annemiek, in deze podcast hebben we het over... weet je, dat wat je het liefste doet, hè, wat je energie geeft... Wat je rijk maakt. Dus rijkdom in de brede zin van het woord. Maar rijkdom gaat natuurlijk ook gewoon over geld. En je had het net over resultaten. Dus ik vind het wel een mooi bruggetje. En ik ben even nieuwsgierig. Wat heb jij nou van huis uit meegekregen over geld? Dat is best wel een interessante. Aan de ene kant was er bij ons altijd geld. Of in ieder geval genoeg geld. Om heel veel leuke dingen te doen. Ik heb alle kansen gekregen die ik wilde. Maar daar was wel een soort van zuinigheid die daar dan achter zat, waardoor we al die dingen konden doen. En die zuinigheid die heeft wel een hele grote stempel gedrukt op mij toen ik voor het eerst zelf moest gaan nadenken over geld. Ik had altijd merkkleding, maar altijd uit de uitverkoop. Nog steeds... zijn mijn ouders bezig met het scoren van koopjes. En dat is helemaal oké. Alleen daarvoor was het voor mij in het begin heel lastig om te denken... Oké, maar ben ik het ook waard om wel, die designertas te kopen? Of durf ik dat? Gun ik het mezelf? Want ik kan ook zoveel andere dingen met dat geld doen. En waar ik vroeger, toen ik echt jong was, toen ik mijn zakgeld kreeg... dacht ook, hoe kan ik dit aan heel veel dingen uitgeven... zie ik nu veel meer zowel de waarde van het geld, maar ook vooral de waarde van mijzelf daarin. En dat is voor mij een hele belangrijke omslag geweest. Want ik weet nog wel dat op een gegeven moment had ik mijn eindexamen gala. En toen zei mijn vader, ja, je hebt al een jurk, dus je mag echt niet nog een jurk kopen. Al heeft hij natuurlijk niet gewonnen, die strijd. Maar voor mij voelde het op dat moment heel erg van, ben ik dat niet waard of zo? En op een of andere manier had ik dat eraan vastgeplakt. En dat is nooit hun bedoeling geweest. Zo is die wel nog even een tijdje blijven hangen. Maar die heb ik wel gelukkig om kunnen draaien. En het is helemaal oké, om bezig te zijn met hoe kan ik iets goedkoper of beter. Alleen het is voor mij heeft dat heel erg een soort van een kramp erop gegeven. Op een gegeven moment. En die krampen, wat blij dat die eraf is. Dat was voor mij gewoon te veel... te weinig verbonden met genieten. Ja. Terwijl ik het geld een van de mooiste dingen vind, omdat het ons toestaat het leven te leven zoals we dat graag willen. En daar is genieten, op welke manier dan ook, gewoon een heel belangrijk onderdeel van. En
Ik heb ook bijvoorbeeld geleerd dat als je iets zelf kon doen, of een ander deed het, en als je het zelf kon doen en als het goedkoper was, zullen we zeggen, dan moest je het zelf doen. Terwijl ik juist denk, oh, met liefde betaal ik iemand anders, waardoor ik tijd heb om weer iets te doen waar ik heel erg blij van word. In plaats van dat ik het zelf ga doen, terwijl ik er helemaal niet gelukkig van word of niet goed in ben. Of... Nee. Ja. Ja, geld geeft de mogelijkheid om die keuzes te maken. En echt ook de echte luxe in het leven zit voor mij niet alleen maar in het hebben van geld, maar in het creëren van genietmomenten en van tijd voor mezelf. Dus ja, dat lijkt er niks meer op wat ik erover geleerd heb. Wauw, mooi dat je dat doorbroken hebt op een goede manier. En ook, ja, ik geloof daar ook heel erg in dat je gewoon, als je dan dat geld ook weer aan andere mensen kan uitbesteden, hoe leuk is dat? Hè? Ik had op een gegeven moment 2 schoonmakers, want ik had een heel groot huis met 3 verdiepingen en badkamers en zo. En toen dacht ik van, oh, wat heerlijk, kan ik gewoon die mensen ook blij maken, want die hadden heel weinig inkomen en die zaten echt best wel... En die werden ook goed betaald daarvoor. En dan denk ik van, hoe leuk is dat als je dat kan doen? Nou, als je geen geld hebt, kan je dat allemaal niet. Ja, dus... Nee. En als je zuinig bent, dan gebeurt het ook niet. Dus ja. Nee, want daar word je niet per se rijker van. Sowieso met sparen al helemaal niet. Maar ook niet als mens in ervaringen. Nee. En dus met heel veel liefde betaal ik mensen... als ze iets voor me doen, of als ze met me meedenken, of ja, de betaling met heel veel liefde voor. Ja, super. Ja, mooi. Dus daar geef je graag je geld aan uit, maar waar geef je nog meer graag je geld aan uit? Dat is wel veranderd. Vroeger, als in de afgelopen 10 jaar, heb ik heel veel geld uitgegeven, bijvoorbeeld aan boeken. Dan ging ik naar Amerika en dan nam ik echt een extra koffer mee. Of ik kocht een extra koffer om daar heel veel boeken te kopen. Maar ik merk dat ik een beetje aan het minimaliseren ben in mijn leven. In de zin van minder boeken hebben, minder spullen hebben. Dus nu als ik ergens geld aan de huid geef, dan wil ik dat het echt een upgrade is in mijn leven. Dus zo heb ik gisteren geïnvesteerd in een hele mooie keukenwasp. Maar dan wel de bling bling onder de keukenraspen, zullen we zeggen. Dus als ik geef met nog steeds geld uit aan ook heel veel alledaagse dingen, maar dan wil ik wel gewoon eentje waarvan ik denk, yes, hier kan ik gewoon, ja, het is iets heel debiels, een keukenrasp, maar zo'n ding gebruik ik bijna elke dag. Daar word ik gewoon heel blij van. Of eigenlijk is het credo is bij mij, word ik er blij van. Ja. Dat is het Spark Joy, de Marie Kondo-vraag. Ze hebben zeggen, pas ik op heel veel dingen toe in mijn leven. En nog steeds ook heel veel boeken trouwens hoor. Maar allemaal via mijn Kindle. Dus die hoeft niet meer fysiek mee te zeulen. En het is ook nog eens goedkoper. Dus je kunt ook nog eens meer boeken kopen. Ja, ja. Dat is pas besparen. Ja, dat is pas besparen. Nou ja, en inderdaad kiezen voor kwaliteit of iets waar je gewoon super blij van wordt. Ja, ja. Dat is Spark Joy, is een van de major vragen volgens mij die er is. Ja. En wel absoluut. Echt ook een leidraad in heel veel dingen die ik in mijn leven doe en vormgeef. Maar zeker ook als het gaat om geld. Ja, mooi. En stel nou, hè, ik denk eerlijk gezegd niet dat het jou overkomt, maar... Nou ja, wie weet. Ik gun het je niet. Maar stel dat je nog 1 tientje zou hebben. Wat zou je daar dan mee doen? Nu komt een soort van hoe kan ik dit interessant dan investeren zodat het meer waard wordt, een vraag. Ik ben niet zozeer een chageraar, dus ik denk niet, oh ja, dan koop ik, weet ik veel, 5 paar sokken en die verkoop ik voor 5 keer zoveel geld. Waarom zeg ik sokken? Maar maakt niet uit. Ik ben niet, maar ik zou wel altijd kijken naar hoe kan ik er meer van maken en hoe kan ik er meer mee doen. Ik zou sowieso een van mijn hobby's geworden investeren, bezig zijn met waardevermeerdering. Dus dat zou sowieso een van de dingen zijn. Maar daar zou ik dan wel eerst eventjes onderzoek naar doen met wat het dan zou gaan worden. En
Maar ik zou het niet opmaken of zo. Tenzij ik ook echt dood zou gaan die dag, dan zou ik een lekker glas wijn kopen. En nog even proosten op het leven. Maar ik ga niet dood die dag, dus dan gaan we het maar gewoon meer van maken voor de toekomst. Nee. Van dat tientje kunnen we echt ook wel weer gewoon 20, 30, 100, 100.000 maken. Dat weet ik zeker. Cool, ja. Echt ondernemersgeest, hè? Dat hoor je daar meteen aan. Dat is echt grappig ook. Ik vind dat altijd een hele geinige vraag. En dan denk ik, waarom stel je die vraag nou? Nou, dat is echt wel interessant. Want de ondernemers die hebben altijd meteen creatieve ideeën voor wat ze ermee kunnen doen. En stel dat je een tientje zou vinden op straat. Dus het is een cadeautje. Ga die ook beleggen? Dat zou heel goed kunnen gebeuren. Dat ik dat dan ook doe. Maar wat ik vaak met dat geld doe, is het weer doorgeven. Of in ieder geval een gedeelte daarvan. Dus ik denk dan, ik voel me echt super blessed dat ik zoiets vind. Hartstikke leuk. Met een gedeelte daarvan doe ik misschien zelf iets. En de andere geef ik weg aan iemand. Dan kunnen we er met z'n allen wat meer van profiteren. Al is het alleen maar gewoon het meisje wat dan bij de supermarkt zit. Hetzelfde meisje zit daar al 100 jaar elke dag, zullen we zeggen. Dan geef ik met heel veel liefde ook daar een gedeelte van aan haar. Het is natuurlijk maar een tientje. Je kunt er ook van delen, zullen we zeggen. Dat vind ik ook heel leuk, delen. Ja. Hey, en Annemiek, als geld gewoon geen enkele issue zijn, hè? Je doet de kraan open en het is niet normaal. Het stroomt uit de kraan en het kan gewoon niet op. Het is oneindig. Hoe zou je leven er dan uitzien? Ik denk dat ik nog steeds hetzelfde zou doen als wat ik nu doe. Want dat is namelijk waar ik iets vandaan haal dat geld niet kan kopen, zullen we zeggen. Dat iets wat interne gewoon vervulling geeft. Wellicht wel vanaf een andere plek. Dat zou maandelijks een andere plek kunnen zijn. Maar mijn werk zou er nog steeds hetzelfde uitzien. Dat is ook een van de vragen die ik mezelf in de afgelopen jaren tijdens mijn reinvent yourself proces natuurlijk heb gesteld. En ook een van de voorwaarden die ik mezelf niet heb opgelegd, dat klinkt wel heel zwaar, maar wel dat ik dacht, als je datgene wat je doet, moet je bij wijze van spreken gratis willen doen. Het geld en wat ik doe, zijn niet met elkaar verbonden. Dus één, ik zou keihard genieten van het leven, en aan de andere kant zou ik nog steeds elke dag mijn bed uitkomen voor datgene wat ik nu ook doe. Met hier en daar een andere plek en een fijne, hele mooie werkplek ergens uitkijkend over de oceaan. Bijvoorbeeld. Noem eens iets. Nou ja, de Miami vibes. Wij hebben in de tijd dat we daar waren ook een tijdje daar een appartement gehuurd. En dat keek echt op de oceaan uit. Ja, ik weet nu dat in de komende paar jaar ik dat zeker nog wel een paar keer ga doen. Want daar wordt het, daar voel ik me ook nog rijker dan ik nu al ben. En het is in de omstandigheden die wij ook hier en daar privé hebben nog niet altijd gelukt om in de afgelopen jaren naast corona lang en veel weg te gaan. Maar ik kan niet wachten tot dat weer kan. En geld wat uitkomt als de kraan open gaat, zullen we zeggen, dat zorgt dan dat ik in ieder geval nog een mooier appartement zou nemen. Maar ja, ik denk dat je leven aan de ene kant heel erg zal, dat mijn leven heel erg zal lijken op wat het nu is. En aan de andere kant compleet anders zou zijn. Want ik en mijn investeringsgeest gaan dan ook meteen nadenken over, ja, hoe kunnen we hier ook iets van maken. Ik heb altijd de wens om een eigen foundation te hebben. Wat nog veel meer mensen de kans geeft om of het ondernemerschap te gaan ontdekken. Of hun eigen ontwikkeling een boost te geven. Want dat zijn onderwerpen waar ik gewoon zelf zo heilig in geloof, dat ik vind dat eigenlijk iedereen daar de kans voor zou moeten hebben in zijn leven. Dus het is niet alleen maar mijn eigen geluk en mijn eigen genieten, maar ook met een groter doel daarachter.
En als je dan zo'n foundation zou opzetten, wat zou dat dan voor een thema voor jou zijn? Of wat waar denk je dan aan? Of... Nou, sowieso is het ondernemerschap voor mensen die kans niet zomaar krijgen. Ja, bijna iedereen kan die kans tegenwoordig wel hebben, maar er zijn plekken in de wereld waar het toch even wat minder makkelijk gaat. Educatie en ontwikkeling. Ontwikkeling van gewoon zelfontwikkeling. Dat, daar geloof ik heilig in. Het feit dat jij het hebt over, je vraagt aan mij wat waren de geldovertuigingen die je van vroeger hebt meegekregen en dat ik die zelf al helemaal heb omgedraaid, heeft mij zoveel rijkdom in mijn leven gegeven op meerdere vlakken. Maar alle vormen van ontwikkeling die ik iedere keer weer doormaak, maken voor mij het leven zo de moeite waard. Geven zo'n verdieping en verrijking. Dat gun ik veel meer mensen. Maar als ik alleen al kijk naar mijn eigen omgeving en naar bijvoorbeeld mijn zusje werkt in de wetenschap, die is aan het promoveren, dan verdien je vrij weinig. Als ik alleen al kijk wat zij heeft aan gesprekken die zij met een coach heeft gehad dit jaar en zegt, oh ja, ik kan het niet betalen, maar ik zou wel eigenlijk dit altijd willen, dan denk ik, ja, dit zou voor heel veel mensen gewoon meer mogen. En dat is zeker iets waar, waar mijn geld dan naartoe zou gaan. Of het geld wat ik vermeerder door middel van mijn slimme investeringen. Oh, cool. Ja, nou ja, maar dat is, kijk, weet je, dan zit er ook meteen een hele andere lading op als je het kan doorgeven en als je gewoon ja, goede dingen ermee kan doen. Geld in de goede handen, dat is gewoon heel gaaf. Klaar, zo simpel is het. Ja, en het mooie is dat je zegt het precies goed, want er is met geld zelf echt, dat is heel veel mensen hebben daar een mening over, maar het gaat helemaal niet over dat geld zelf. Het gaat over, je kunt met geld waans maken. En je kunt met geld de wereld beter maken. En het ligt aan de persoon die het in handen heeft. En de handen van die persoon zijn sowieso... Weet je, je kunt goede dingen doen met je leven. En je kunt slechte dingen doen met je leven. En voor mij gaat het leven om jezelf zo ontwikkelen dat de wereld er een betere plek wordt. En als mijn geld daar een bijdrage voor mensen aan kan leveren, dan... Zoals ik wel eens zeg, dan kan ik rustig dood. Dat, soms zijn het van die dagen dat je denkt, ja, vandaag is een goede dag om dood te gaan. Maar dat, dan weet ik gewoon, ja, het heeft zin gehad dat ik hier ben. Ja, super. En zo'n foundation mag daar wat mij betreft voor years to come aan bijdragen. Ook als ik er niet meer ben. Mooie legacy om te hebben. Ja, ja super. Ja. Dus nou, ik kan me zo voorstellen, dat maakt jou rijk. Je noemde net al wat dingetjes. Als ik jou zo op de vrouw af zou vragen van, wat maakt jou rijk? Wat is dan jouw antwoord? Liefde. In de hele brede zin van het woord. Mijn liefde voor het leven maakt mij echt enorm rijk. Ik voel me echt een heel gezegend mens. Ik hou van het leven met alles wat erbij hoort, met mooie kanten, met minder mooie kanten. En ik vind dat dat mij een heel, heel, heel rijk persoon maakt. Want daardoor geniet ik ook echt, ik geniet echt elke dag. Daar voel ik me rijk voor en door. En ook tijd kunnen hebben voor mensen. Tijd kunnen hebben voor dingen die ik belangrijk vind. Tijd kunnen doorbrengen met mensen die ik belangrijk vind. En... wat mij ook rijk maakt, waar ik steeds meer achter kom dat het helemaal niet vanzelfsprekend is, is gewoon liefde als in de relatie die ik heb nu al bijna 17 jaar. Ja, 17 jaar. Waarbij ik ook elke keer weer verdieping en verrijking vind, waarvan ik achter kom dat het ook echt niet vanzelfsprekend is. Is voor mij, maakt mij ook heel rijk. Want ik ben niet al. Je komt hier alleen en je gaat alleen. En ik heb de allerleukste persoon gevonden om de tijd in de tussentijd mee door te brengen. En samen maken wij elkaars leven en de wereld een beetje mooier. En dat maakt mij zeker een heel rijke vrouw. Zo leuk. Ja, jij hebt een hele leuk. Jullie zijn leuk samen, dat klopt. Dat vind ik ook. Dank je. Soms voel je gewoon van, hey, dat werkt. Ja, misschien niet 24/7 altijd 17 jaar lang, maar wel overal gewoon voel je van, hey, ja, weet je, dat is natuurlijk, dat is echt best wel heel bijzonder. Ja, en niet in, ja, oké, okay,
oké, misschien niet 24/7, maar bedenk dat wij ook samen werken. Dus wij eigenlijk het gedeelte van de dag ook samen doorbrengen. En natuurlijk ben je elkaar wel eens, denk je af en toe, oh heerlijk als je even een dagje weg bent of zo. Maar ja, ik voel me heel rijk met een partner met wie ik samen gewoon ook het bedrijf kan hebben, bijvoorbeeld. En ja, zonder dat wij denken, dat denkt hij misschien vaker dan ik, want ik ben ook gewoon, ik kom ook gewoon overal maar binnenvallen met mijn luide stem en ik ben aanwezig, zullen we zeggen. En dat is af en toe echt niet altijd leuk om naast je te hebben. Maar ja, I love it. Dus de liefde voor het leven, de liefde in mijn leven, de mogelijkheid die ik heb om tijd te maken voor dingen die ik belangrijk vind. En geld uit te kunnen geven, maar dat aan dingen die ik belangrijk vind. Maar dat is gewoon een onderdeel ervan. Ja, geweldig. Nou, mooi. Ja, dat gun je iedereen, hè, eigenlijk. Toch super mooi. Ja. Ja. Ja, ik, letterlijk zou ik dat heel veel mensen gunnen, dat ze ondanks de zware dingen die ze in hun leven meemaken, toch elke keer het zonnetje zien. Dat ik zie wat voor verschil dat maakt, ook om me heen als dat niet lukt. En ik weet hoe het ook kan zijn, dus dan kriebelen mijn handen al om te denken, oh, maar het kan ook anders. Ja, kijk eens daar naar. Van, ja, als dat, en, ja, daar ben ik ook altijd, mijn hoofd gaat ook altijd al meteen in de oplossingen met, oh, maar ik heb ook geleerd dat je mensen hun eigen proces lekker mag laten. Dat is ook heel belangrijk. Maar ik voel me gewoon wat dat betreft een heel, heel, heel rijk persoon. Ja, super. Nou, en je hebt al een beetje gedeeld van nou, wat je goud is, hè? Wat jouw ding is. Ik zie het goud echt als een soort combinatie van je talent, je levenslessen, je inzichten, je skills, je kennis, alles wat je verzameld hebt. En dat, voor mij zit dat dan een soort van in een goudkist. En dat is gewoon jouw toolbox for life om de dingen te kunnen doen die je wil doen. En ik geloof dus heel erg dat je dat moet doorgeven aan mensen. Hè? Dat het de bedoeling is dat als je dat geheim eenmaal ontdekt hebt, dat je dan ook andere mensen daarmee verblijdt. Wat denk jij dat jouw grootste goud is? Als je het ook koppelt aan de lessen die je geleerd hebt, dan denk ik dat mijn grootste goud is zitten voor mezelf en voor anderen in het gevoel en het weten dat je waardevol bent en waarde te bieden hebt. Dat is voor mij iets wat helemaal niet vanzelfsprekend is gekomen in het leven, dat gevoel. Maar wat ik ook door hard aan mezelf te werken ontdekt heb. Echt het goud ben gaan schatgraven, zullen we zeggen. En dat gevoel is hetzelfde gevoel, of het gebrek daaraan, is hetzelfde gevoel als wat mijn klanten ervaren als ze zichzelf klein houden of niet zichtbaar genoeg maken of denken, oh ja, ik mag al blij zijn dat. En voor mij zit mijn goud dus heel erg in de combinatie van aan de ene kant, praktische marketing skills, maar weet je, dat is ook maar een ding. Maar vooral ook in de ander helpen om dat goud te vinden. En dat goud in mezelf ook zien en erkennen. En af en toe een beetje louteren en soms een beetje oppoetsen. En er eventjes naar zitten te kijken en te denken, oh wauw, wat mooi dat dit er is. En anderen daar echt bij helpen om dat ook te vinden en te laten zien vooral. Dat, anders heeft het ook geen zin om het te hebben. Nee. Ik las een keer, ik weet niet meer waar het nou in welk boek het was, maar ik las een keer een verhaal van een man en die had een hele grote pot met goud en die had hij in de grond begraven. En hij wist, ik ga er alleen af en toe zelf even naar kijken. Maar hij deelde het met niemand en toen als iemand hem gevolgd en die had die schat eruit gehaald. En was daarover met hem in gesprek gegaan. En die zei, er is toch niemand. Je doet er toch niks mee. Dus je mist het ook niet. En toen dacht ik, je mag er wel echt allemaal iets mee doen. Alleen dat ontdekken, daar is soms een beetje hulp bij nodig. En, that's where we come in, Kat. Dat is wat wij kunnen. Precies. Dat is ook wat ik het mooist vind om te ontdekken als iemand het nog niet weet. En ze krijgen langzaam, zie je zo die
de kwartjes vallen. En we zeggen met, oh ja. Oh, maar het mag dus ook. Dit mag ook echt dat zijn. Oh, dus dit is. Dus ik hoef niet per se een Einstein te zijn. Of een, nee, je mag gewoon echt met alles wat je nu al bij je hebt. Ben je al zo waardevol en heb je al zoveel te bieden. En is er maar één van jou op de wereld. Ja, ik vind het een geweldig proces om te aanschouwen. Ja, eens. Helemaal eens. Heerlijk. Oh, wat zitten we lekker op een lijn. Ja, hè? Ja. Nou ja, en het is toch ook leuk om op die manier... hoe leuk is het als je inderdaad kwartjes ziet vallen bij mensen? En hoe leuk is het als je dan denkt van... Nou, het is zo vanzelfsprekend en toch zien ze het niet. En dan in één keer komt het naar boven... En dat zelfvertrouwen wat groeit. En ja, dat is gewoon fantastisch. En dat proces hebben wij natuurlijk, ik in ieder geval wel. We teach what we most need to learn. Dus ik merk ook zelf wel van, je voelt ook zelf van, ik mag ook op shine op een bepaalde manier. Maar goed, iedereen heeft daar zo, niet iedereen hoeft op een podium te staan. Er wordt veel te vol op dat podium. Dus je kan ook op een andere manier doen. Maar dat is wel natuurlijk interessant om te onderzoeken van, waar wil ik dan? Dat laten zien, weet je wel. Ja, sommige mensen willen het echt op een podium. En andere mensen willen een boek schrijven. En andere mensen willen op andere vlakken of één op één doen. Ja, weet je, er zijn zoveel vormen. Gewoon allemaal, hè? Kan ook nog. Alles kan. Ja, nou ja, als je maar op een of andere manier er iets mee doet. En inspireert eigenlijk, hè? En dan valt het kwartje maar weer bij één iemand anders. Dan is er alweer een prachtig rimpeleffect ontstaan. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ik wil het even met je hebben over inspiratie. En jij noemde net al een boek. Maar ik ben heel nieuwsgierig naar, wat is jouw favoriete boek? Ja, voor sommige mensen is dat echt een onmogelijke vraag. Dat is ook een onmogelijke, ik kan niet eens meer praten van een onmogelijke vraag. Maar er zijn altijd een paar boeken die gewoon heel veel indruk maken op je leven. En dat zijn de boeken waar ik dan soort van altijd weer naar teruggrijp of naar terug verwijs. Terwijl het misschien niet altijd niet eens de beste boeken zijn van de wereld, maar die gewoon voor jou het meeste verschil hebben gemaakt. En dan is bijvoorbeeld, ik heb echt wel een hele lijst, maar ik noem maar even twee. Die ook heel erg passen bij het goud waar we het net over hadden. De eerste is You Are a Badass van Jin Sincero. Die las ik toen ik in mijn eentje terugvloog van New York naar Nederland. En ik vond hem in zo'n winkeltje op het vliegveld. En ik dacht, dit scheelt gewoon mijn naam, dit boek. En toen ik heb het gewoon in één ruk uitgelezen. Ik vond het een heel fijn boek, omdat het niet zo fluffy is, maar heel erg gewoon recht voor zijn raap dingen benoemt, maar wel heel erg ingaat op, iedereen heeft goud in zich. Je kunt het ontwikkelen, iedereen heeft het. You are a mother effing badass, dat ben je gewoon. Een andere is Playing Big van Tara Moore. Ook zo'n... zo'nzelfde soort boek eigenlijk, wat je ook heel praktisch helpt om al die shitstemmetjes in je hoofd, van je kan het niet, om die een plek te geven en ook te zien waar dat vandaan komt. En te zien waar, soms kun je ergens letterlijk bang voor zijn en iets niet willen, maar soms kan iets waar je heel erg excited over bent, bijna datzelfde gevoel van angst geven. En er zijn heel veel mensen die dat misinterpreteren tot, dan is het misschien niet de bedoeling. Maar je hebt dus gewoon letterlijk ook verschillende soorten angst. En het is aan jou om te luisteren naar welke soort angst is dit. En naar gelang daarvan jezelf of bij nekveld te grijpen en lekker toch aan de slag te gaan. Of te denken, hier is dus echt iets anders aan de hand. Dit mag ik verder onderzoeken. En het laatste boek wat ik dit jaar aan het meeste mensen ook cadeau heb gedaan is Rich as Fuck van Amanda Francis. Wat mij betreft een hele leuke grote aanrader. Aan de ene kant omdat het heel inspirerend is en die grootheid bij iedereen weer lekker een beetje aanwakkert. En aan de andere kant super duper praktisch, hou ik van. Ook echt gewoon heel veel tips hoe je dingen kunt doen, letterlijk hoe je je geld goed kunt beleggen of welke opties daarvoor zijn.
Nou ja, alles om de wealthy woman in jezelf naar boven te halen. Dus dat zijn in ieder geval 3 en ik kan er nog zo 10 noemen, maar misschien moeten we dat nu niet doen. Nee, nou, je mag er natuurlijk altijd nog wat delen in de show notes. Maar, nou, dan maak ik daar nog even een extra lijstje voor. Maak nog wel een leuk lijstje. Maar 3 is al heel mooi. En die laatste, ik ken de titel wel, maar ik ken het boek niet. Ik heb het niet gelezen. Maar die andere 2 zeker wel. En ik ben met je eens dat echt wel must-reads zijn. Zeker als je last hebt van dat je eigenlijk small aan het playen bent. En dat je het gevoel hebt van, misschien zit er wel meer in. En die, wat je zegt, die angst, die excitement die je kan hebben voor dingen. Dat je hem niet... Dat je hem gewoon niet verward, weet je. Want soms elke keer als we naar het volgende level gaan... Every level has its devil. Dan loop je altijd tegen dingen aan dat je denkt van... Wow, kan ik dit eigenlijk wel? En moet ik nu niet stoppen en toch terug in mijn hok? Maar ja, weet je, hoe gaaf is het als je toch gewoon gaat voelen van... Ja, maar dit is niet angst dat ik doodga. Dit is angst omdat ik het gewoon... Eigenlijk zit er gewoon een super diep verlangen onder. En dan moet ik gewoon leren... Yeah. Ja, dat moet ik gewoon gaan herkennen. En ook gewoon erkennen en ook daar dan iets mee doen. Ja. En je mag het ook spannend vinden. Want als het allemaal niet spannend was, dan zou het sowieso zou iedereen de fluiten doen. Maar het is wel, als je dat herkent en erkent bij jezelf, wordt het ook makkelijker om er doorheen te gaan. En zo ook erachter te komen dat het eigenlijk heel erg meeviel. En zo ook iedere keer gewoon weer stappen vooruit te blijven nemen. Dat... Ja, totally agree. En als het gaat over inspiratie, heb jij iemand die jou een groot voorbeeld voor jou is? Dat mag een ondernemer zijn, maar mag ook iemand anders zijn, waarvan je zegt van nou, dat vind ik gaaf, hoe diegene dat doet. Vind ik een hele moeilijke vraag. Mag ook jezelf noemen, hè? Want ook... Ja. Ik ben mijn grootste inspiratie. Nee, ik vind het een moeilijke vraag. Omdat ik heel veel mensen inspirerend vind. Maar er bijna, nou ja, dan toch. Moeilijk. Oprah komt heel dicht in de buurt. Maar dat is ook wel een heel... Het is natuurlijk een super geëikt antwoord. Maar het is wel waar. Dit is wel iemand die, als het dan gaat om jezelf... Iedere keer weer uit naar dat volgende niveau tillen. Dan is zij daar wel een heel groot voorbeeld van. Ik vind het ook heel gaaf dat zij altijd haar eigen weg ook heeft gevolgd. Ondanks het feit dat dat niet per se ervoor zorgde dat iets makkelijker ging of groter werd. Zij ging heel erg tegen de... ook tegen de televisiebazen in. Ze had op een gegeven moment skinheads in haar uitzending zitten. En toen dacht ze, hier kan ik ook gewoon niet. Ik geef gewoon zendtijd aan mensen waar ik niet achter sta, omdat het populair is. Vanaf dat moment heeft ze besloten, dat ga ik nooit meer doen. Ik ga alleen nog dingen doen waar ik zelf achter sta, waar ik echt in geloof. En dan maar minder populair. En uiteindelijk is die keuze die... tegen draad was voor een heel televisienetwerk, heeft geleid dat ze ooit gewoon haar eigen netwerk heeft gestart. En dat ze groter dan ooit is met Super Soul Sunday en alle dingen waar zij in gelooft. Heeft ze altijd vastgehouden, voor ogen gehouden en is ze altijd voor blijven gaan. En dat vind ik wel heel inspirerend, ja. Het is niet dat ik dagelijks aan Oprah denk, helemaal niet. Nee. Op die manier ben ik er niet mee bezig. Als je dan toch denkt wat een soort van het ultieme voorbeeld in hoe het kan, dan is zij wel een heel groot voorbeeld. Maar het is niet dat ik elke dag denk, what would Oprah do? Nee, dat wou ik vragen inderdaad. Als je hebt ook niet een andere naam die je dan invult. Dan luister ik naar mijn eigen buik. Ik ook niet hoor. Dan luister ik echt naar mijn eigen buik. Want uiteindelijk weet die het beste. En ben ik op geen enkele manier ook bezig met een versie van iemand anders te worden. Of nee, ik weet echt zelf het allerbeste wat ik wil, wat ik nodig heb, waar ik goed in ben. Ik heb heel erg leren vertrouwen op dat gevoel en die intuïtie en de betekenis van de emoties die ik voel.
Daar heb ik niemand anders voor nodig. Nee. Dus het is gewoon, what would your best self do? Of your yeah. higher self do? Inderdaad. Ja, dat is het beste antwoord hoor, wat je kan geven. Dat is ook echt hoe ik mijn leven leef. En ik was vroeger ook al niet... Ik had wel af en toe een poster van iemand, maar ik was ook niet idolaat van... mensen. Ik heb dat gewoon nooit per se zo gezien. Ik kan me geïnspireerd voelen door mensen, maar uiteindelijk ben ik degene die het moet doen. Uiteindelijk ben ik degene wiens leven het is. Ik had het daar vanochtend nog iemand over en het ging over geld uitgeven ook in een gesprek en het ging over je eigen leven inrichten naar de verwachtingen die jij denkt dat een ander heeft van jou of wat je bij een ander ziet. Bijvoorbeeld als het gaat om geld uitgeven wat je helemaal niet hebt omdat je ergens bij wil horen dat gevoel heb ik gewoon niet. Mijn eigen kompas is heel sterk gewoon gericht op wat sparks my joy. Ja. En daardoor heb ik mijn eigen beste adviseur ook altijd bij me. Ja, cool. Ja, ja. Het is een mooie autonomie, is dat? Ja, dat is... Is dat ook je kernwaarde of niet? Nee, absoluut niet. Nee, dat is niet eens... Het is er wel eentje waarvan ik door een soort van trial and error heb ontdekt dat als dat er niet is, dan word ik heel opstandig. Je moet mij echt niet vertellen wat ik moet doen. En dat kan zo ver gaan als zelfs dat mijn personal trainer iets zegt. En als het staat zijn toon mij niet aan. En dan zeg ik sorry hoor, maar dit moet ik even opnieuw doen. Want op deze manier ga ik echt niet naar jou luisteren. Of je hoeft echt niet tegen mij te schreeuwen om iets van me gedaan te krijgen. Je kunt het gewoon vragen. Want anders dan... Er is niemand de baas over mij. Niemand. En niemand kan mij iets laten doen. Dat moet ik echt zelf doen. Dus het is geen... Ik heb hem niet benoemd in mijn kernwaardes. Maar stiekem is het misschien toch wel een hele, hele, hele grote kernwaarde van mij. Ik vind het wel herkenbaar. Ja. Ik heb precies hetzelfde. Het is grappig dat je dat voorbeeld wat je noemt. Van, ik ben zelfs dan zo eigenwijs dat als iemand dan supergoed advies heeft, maar de toon bevalt me niet, dat ik dan precies het tegenovergestelde ga doen. Nou ja, dat doe ik dan weer net niet. Maar het is wel... ik neem ook niet snel iets van iemand aan, zullen we zeggen. Ik doe heel graag ook mijn eigen onderzoek. Tenzij ik echt vertrouwen heb in iemand. En dan mag die zelf... Dan mag je echt gewoon... Dan ga ik daar wel voor. Maar ja, over het algemeen, ik ben gewoon niet zo heel... Ik luister gewoon niet zo heel makkelijk. Ja, ik luister wel graag naar mensen. Maar ik doe niet zomaar wat je zegt. Nee. Nee, ik ben niet super, super beïnvloedbaar in die zin. Nee. En als je jou echt zou kennen, wat zou ik dan over jou weten? Dat ik een enorme nerd ben. Ik zie er altijd uit, gewoon, ik heb altijd lippenstift, nagels mooi gelakt, dat soort dingen. Maar stiekem kun je mij ook wel eens vinden achter de computer, zoals Pieter mij noemt, in mijn soort van heroïne junk look. En dat is dan eigenlijk gewoon, dan zit ik zo diep te graven in vaak in iets technisch, dat ik echt in een soort hyperfocus zit. Dat is wel echt mijn nerdy side. En als ik niet zou doen wat ik nu zou doen, dan zou ik iets vinden waarbij ik de hele dag in een nerdmodus zou zitten, denk ik. Want ik hou daar gewoon heel erg van. Ergens helemaal induiken, me erin in begraven ongeveer. En dan erachter komen, oh ja, dit werkt zo, dat werkt zo. Dus maar dat laat ik nooit zien naar de buitenkant. Een bijna kinderlijk... Ik heb ook een bijna kinderlijk verlangen naar nostalgische periodes als kerst. Dat weten ook niet heel veel mensen. Maar dat voelt voor mij zijn... Is dat op een of andere ook gewoon een soort van heel warm gevoel of zo. Dan komt er iets tot leven in mij wat een hele wereld op zich is. Maar dat ziet ook niemand. Dus, maar dat zijn twee dingen die je dan, als je me
zou kennen, weet je dat misschien een heel klein beetje, maar niemand weet dat verder. Maar ik ben wel, de nerd is denk ik nog het ergste, ja. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja. En gewoon lekker toegeven, want waarom zou je ook niet eigenlijk? Ja, toch? Nee, ja, nee, maar het is wederom, het is mijn leven, dus dat... soms zegt Piet dan ook wel eens, stop nou eens, je bent nu al de hele tijd. Ja, dus, dit, ik word hier heel blij van. Ik vind het heel leuk om te doen. En ik word op dit moment nergens anders verwacht. Ik heb aan niemand een verplichting. Dus laat me maar gewoon eventjes. En dan vind ik het heerlijk om daar gewoon mezelf helemaal in te verliezen. Ja, ik ben gek op nerds hoor, dus no worries. Ik maak me daar ook niet zo heel erg druk om. Maar het is meer gewoon, ja, de mensen zien het eigenlijk nooit van mij. Nee. En dus het verbaast mensen meestal ook een beetje als ze het van horen. Maar leuk. It's okay. Leuk. Talk nerdy zeker to me. Zeker oké. Okay. Ja. En nou, we hebben het al een beetje gehad hoor, over levenslessen. Maar ik ben er wel nieuwsgierig naar wat... Kijk, niet per se je grootste levenslessen, maar wat is echt een inzicht waarvan je zegt van, nou, dat heeft wel veel voor mij veranderd. Dat is wel een soort ommekeerpunt geweest. Is dat in Engels zo mooi zeggen, pivot moment? Ja, er zijn er nu echt heel veel. Er komen nu echt 20 verschillende zinnen in mijn hoofd. Je verleden is niet je toekomst. Absoluut niet. Als er dingen zijn geweest waarvan je denkt, oh, dat heeft me gevormd op een negatieve manier, dan hoeft dat echt niet altijd zo te blijven. Dat is een van de grootste lessen die ik zelf ook heb geleerd en die ik... als ik dat niet had gehad, was ik nu een heel ander persoon. Dan was ik één geen ondernemer, dan was ik niet... Dan leek ik niet eens op mezelf. Dan had ik waarschijnlijk... Ergens bij een overheidsinstelling gewerkt, 4 kinderen gehad nu en een heel braaf soort van leventje geleid, omdat ik dacht dat dat alles was wat er was. En zo'n leven heb ik nu niet en dat vind ik heel fijn, want dat is niet per se wat ik ook het liefste wilde. Anders was ik geen ondernemer geworden, maar dat was wel een soort van hard werken om te beseffen, al die overtuigingen die er al die jaren hebben gezeten, kunnen worden omgevormd naar andere dingen. Je kunt je denken veranderen. En daarmee ook je gedachten, gevoelens en je gedrag. En weten dat je dus niet voor altijd vast hoeft te zitten in iets wat je niet bevalt, is een van de grootste... cadeaus die ik mezelf heb kunnen geven. Aan de andere kant zeg ik daarmee niet dat positief denken alles oplost. Dat alleen maar positief denken de oplossing is voor de wereld. Dat is zeker niet wat ik zeg. Maar wel dat het dat je verleden hoeft niet bepalend te zijn voor hoe je de rest van je leven indeelt. Of wat je wordt uiteindelijk. Of wie je bent. Daar heb je echt zelf controle over. Ja, mooi. Niet het dubbeltje-kwartje verhaal. En ook niet, ik ben nu eenmaal zo. Nee, of ik zie het nu bij mensen om mij heen die bijvoorbeeld in een depressie zitten. En dan denk ik, oh, de hele dag doe je niet anders dan die langspeelplaat opzetten. Met al die gedachten, gevoelens en overtuigingen die ooit waar waren. Alleen, het lukt je gewoon niet om hem op te zetten. En de record te veranderen, zullen we zeggen. Maar dat deze mensen die hebben niet per se zijn regel te doen. Dus het maakt wel ook echt uit. Daarom vind ik het zo belangrijk om mensen de kans te geven om te ontwikkelen. Omdat het zoveel uitmaakt voor uiteindelijk hoe je je leven leeft en hoe je geluk ervaart. En ja. Dat soort van levenswijsheid.
Ja, nou, absoluut. Absoluut, absoluut. En een mooi voorbeeld van die plaat inderdaad. Ja, ik noem dat ook heel vaak. Gewoon van ja, weet je, eigenlijk moet je gewoon af en toe een andere tune opzetten. Maar goed, het is niet voor de ene en is het moeilijker dan voor de andere. Dat is natuurlijk ook wel zo. En dat heeft dan, denk ik, weer te maken met veerkracht. Of hoe zie jij? Ja, zeker. Oh ja, nee, veerkracht is zeker een hele belangrijke. Dus iets wat... waar ik het ook vaak over heb, zeker in de laatste anderhalf jaar, is er privé bij ons best wel wat gebeurd. En ik ben heel erg van emoties voelen en er doorheen. Want daardoor, hoe sneller je dat kan, hoe makkelijker je ook weer omhoog kan. Maar dat is ook een skill. Want het is heel makkelijk om ergens in te blijven hangen. En te denken hoe erg het allemaal is, of hoe moeilijk. Of alleen. Ja, daar kom je ook niet verder mee. Dus die veerkracht, mijn doel was altijd ook om die boundary, te zeggen, zo snel, zo kort mogelijk te laten zijn. Ik weet nog dat ik dat ooit voor het eerst teruglas bij Gabby Bernstein in een van haar boeken. Volgens mij The Universe Has Your Back, maar misschien ook een andere. En dat ik dacht, oh ja, het is dus wat, iets wat voor mij heel natuurlijk is om daar mezelf ook op te trainen. Maar dat is dus ook echt iets. En die veerkracht... ik zie echt om me heen heel erg het verschil tussen de mensen die het wel hebben en de mensen die het niet wel hebben. Want iedereen heeft het wel een beetje, maar de mensen die er echt bewust voor kiezen om daar om die veerkracht te vergroten, zullen we zeggen. En de mensen die dat niet doen of niet kunnen of niet willen. En de kwaliteit van het geluk in je leven wordt daar wel door beïnvloed. En voor mij is... juist de mate van veerkracht die ik heb ontwikkeld, maakt dat ik een heel fijn, gelukkig en rijk leven heb, ondanks dat het leven ook af en toe gewoon een shitstorm is. Dat, en dat er veel dingen gebeuren die andere mensen compleet van de kaart zouden brengen. En dat ik denk, ja, I dust myself off and try again, zullen we zeggen. Gaan we gewoon weer verder. Oh ja, yeah. Dat is een mooi. Zonder het te ontkennen, ja... Aliyah, if at first you don't succeed, you dust yourself off and try again. Maar gewoon wel om door te gaan. Zonder dingen te bagatelliseren, zonder emoties niet te mogen voelen. Of te doen alsof het er niet is. Juist door er doorheen te gaan en het echt te voelen, is het het snelste een zware lading kwijt. En kan ik ook het snelste weer verder en erdoor. Ja, ja. Agree. Dus het is wel, ik denk dat het inderdaad wel, de een heeft het meer dan de ander. En je ontwikkelt het op een moment dat je inderdaad vaker voor ingewikkelde zaken komt te staan. Laten we het zo maar zeggen. Ja. Maar het is inderdaad wel zo, ja, de een heeft het echt wel meer van dan de ander. Zo'n nature-nurture verhaal natuurlijk. Maar ik denk dat. Ondanks het feit dat ik geloof dat nature er altijd in zit. Je hebt altijd dat pakketje genen wat invloed heeft op. Maar dat nurture toch ook wel echt heel belangrijk is. Dus dat je er altijd in kunt groeien. En dat inderdaad precies de mate waarin je vaak voor uitdagingen komt te staan ook uitmaakt. Dat als ik om me heen kijk. Ik ben nu halverwege de 30. Om me heen inmiddels... Nou, weet je, de eerste scheidingen en dat soort dingen. En er zijn heel veel mensen voor wie nu in hun mid-30s, zullen we zeggen, de eerste echte heftige life events gebeuren. En dan kan je je ook echt compleet gevloerd voelen. En dan denk ik, oh ja, ja, als ik dan terugkijk, dan heb ik er best wel veel, niet de scheiding, maar wel heel veel andere dingen voor me kiezen gehad. Maar juist dat heeft me sterker gemaakt. Stomme dooddoener, maar het is wel echt waar. Juist dat zorgt dat je sneller weer terug op je plekje bent. En weer verder kan. Ja, het is toch een soort basisvertrouwen wat je krijgt. Van, oh ja, weet je, kijk, er gebeuren allemaal heftige dingen. Af en toe gaat de grond onder mijn voeten vandaan.
Maar ik weet hem altijd weer terug te vinden. En dat, ja, weet je, kijk, als je dat nooit ervaren hebt, dan kan je dat niet, dan kan je daar nooit op vertrouwen. Maar als je dat een paar keer zo meegemaakt hebt, dan weet je van, oh ja, oké, this too shall pass. En hoe zwaar het ook is, weet je, wat jij zegt van, ik ga er helemaal What doesn't kill you makes you stronger. Nou ja, ik vraag me af of dat altijd zo is, maar ik denk wel stronger op een bepaalde manier zeker wel. Omdat je gewoon merkt van, hey, je krijgt gewoon vertrouwen van, ik kan dit, weet je wel. Het maakt niet uit hoe zwaar die storm is. Ik kan het gewoon uiteindelijk toch. En een andere belangrijke les die ik daarbij heb geleerd is, je hoeft niet terug naar hoe het was. Ja. Soms dan zit je te wachten tot alles weer wordt zoals het daarvoor was. Maar misschien kan dat niet. En misschien is er een leven voor en een leven na. En is het gewoon nieuwe levels. En we zijn een nieuwe level in je leven waar je mee mag gaan leren leven. Net als in een computerspel heb je af en toe game over. Maar er is altijd weer dat nieuwe level, zullen we zeggen. En is dat waar je naar vanuit weer verder gaat. In plaats van dat je dan, we moeten krampachtig weer terug naar hoe het hiervoor was. Het oude, dan, het oude. Maar dat is ook iets geleerd door die ervaring. En niet door... dat kun je niet uit een boekje halen alleen maar. Dat moet je gewoon voelen, doorleven, ervaren. Ja, dat is echt ervaring, denk ik. En dat zeg je zegt het supermooi, want ik ben het helemaal met je eens. Dat we dan terug willen naar van hoe het was. En dan, oh ja, maar dat was toen zo leuk. Maar met de kennis die je nu hebt meegekregen en de ervaring die je hebt... Wil je eigenlijk helemaal... Ja, je denkt dat je het wil, maar je wil het helemaal niet. Want het volgende level is veel, dan uiteindelijk toch veel interessanter. In the game of life, zoals ik het inderdaad ook zie. Dat ik denk van, het is gewoon elke keer weer... Ga je weer zo, ploep, weer een stem. Oh ja, toch sleuteltje vergeten. Oh, we moeten even weer terug naar het vorige level. Ja, om dan dat deurtje te kunnen openen van het nieuwe level. En zo, weet je wel, zo ga je dat gewoon door. En via een portal kom je binnen, het geboortekanaal. En via een andere portal ga je weer naar buiten. Dan, ga je weer weg, ja. Ja, geen idee waar je dan komt. Maar dat gevoel... ik vind dat wel een interessante manier om naar het leven te kijken. Voor mij maakt het dingen heel veel makkelijker. Is dat voor jou ook zo? Of? En dat is... Maar dat is iets wat ik pas sinds een tijdje ook kan, hoor. Op die manier er echt naar kijken. Ook omdat ik van nature altijd heel conscientieus en serieus ben geweest. Heel hard werkend. Altijd heel grote verantwoordelijkheidsgevoelens voor alles en iedereen. En dat het leven een game mag zijn. En dat je mag kijken, hoe kan ik dit het beste spelen? Heeft heel veel ademruimte gegeven. Want dat betekent dat ik was altijd zo'n overijverig studiemeisje, zullen we zeggen. Dat betekent dat dat dus eens niet meer hoeft, bijvoorbeeld. Of dat het ook wel eens gewoon, dat je dingen gewoon mag proberen. En dat het dan niet uitmaakt of het lukt of niet. Of whatever, zullen we zeggen. Het soort van the game of life and how to play it. Dat is wel echt een nieuw verworven wijsheid die ik wel heel lekker vind. Wauw, super. En het is ook, weet je, dan moet je, ik denk dat je daar ook gewoon, dat je dan op je 20ste gewoon niet, dat werkt niet op je 20ste. En ik word al 51, dus ik, ik heb al veel games gespeeld. En het luchtiger naar dingen kijken, dat helpt gewoon. Dat kan niet anders zeggen, dat is gewoon zo. En ook gewoon realiseren van, het zijn allemaal uitdagingen waar ik mee mag dealen. En het is niet, de ene is wel iets lastiger als de ander. Maar van, uiteindelijk kom je er wel doorheen. En gaat het je ook heel veel brengen. En dat te blijven zien, dat is natuurlijk de kunst. En is bij mij ook altijd daarom ook de vraag, wat is nou echt het allerergste wat er kan gebeuren? Dat is A... bijvoorbeeld. I can prepare for that. Dat als het nodig is, en dat is echt het allerergste dat er kan, dan leren we daar wel mee omgaan. En het gebeurt toch nooit. Kan, eigenlijk wordt 9 van de 10 keer leuker, beter en mooier dan dat al die faalhaasprogramma's in je hoofd het winnen, zullen we zeggen. Dat,
Dus ja, nee, dat maakt het maakt het leven echt nog leuker. Ja, ja, mooi. Ja, absoluut. Hey, nou, we zijn bijna aan het eind van mijn vragen. En, maar ik heb nog één vraag. We hadden het al even over boeken, maar ik ben ook nieuwsgierig naar wat lees jij, kijk je en luister je op dit moment? Op dit moment? Ja. Ik luister The Seed of the Soul. En dan niet seed als zaad, maar zetel. Seed of the Soul. Ik weet uit mijn hoofd even niet meer van wie het is. Ik lees het laatste boek van Suzanne Smit. Ik weet niet hoe het heet. Iets met heksen? Dat zal ik nog... Met heksen? Ja, zoiets. Ja. En dat is eigenlijk maar voor 1% waar het over gaat. Want het is eigenlijk gewoon een boek vol levenswijsheid. And I love it. En ik lees, luister en... Kijk. Guilty Pleasure. Een heel oud seizoen van 2 jaar geleden van Masterchef. Oh, I love Masterchef. Ja, wij hebben geen televisie meer in de woonkamer. Al denk ik 1 jaar of 5 niet, omdat ik bewust wil kiezen voor wat te kijken. En als die in de woonkamer stond, dan deed ik toch gewoon een soort van om 7 uur de televisie aan voor De Wereld Draait Door. En om 11 uur dacht ik... Maar geen doel gezien. Maar op dit moment zitten we dus heel bewust af en toe in Masterchef. Dat is niet het meest verheven antwoord, maar wel gewoon wat het is. En ik geniet daar heel erg van. Ik krijg er altijd heel veel inspiratie van. En ik krijg er ook altijd heel veel honger van. Heerlijk. Nou, dat krijg ik niet, maar wel heel veel inspiratie. Het is ook echt wel interessant, ook op dit moment, omdat dit het... Het seizoen is waar allerlei oud-kandidaten terugkomen. En het is aan het begin van de pandemie. En bijna al deze mensen hebben een eigen zaak. Dus je ziet hoe zij eigenlijk door die afleveringen heen... hun motivatie om te winnen verandert naar... oh ja, ik wil gewoon terugkomen om te winnen. Tot ik moet mijn zaak redden. Of... En dan zie je eigenlijk gewoon heel in een tv-programma heel dichtbij... wat die pandemie ook daar betekende. Dus dat... ja, op meerdere lagen interessant, inspirerend en ook wel eens gewoon lekker ouderwetse inspiratie, vermaak in de keuken. Heerlijk, ja, nee, mee eens. Ik vind dat inderdaad ook heel leuk om te zien van hoe dat ze dan, nou ja, ze moeten zichzelf elke keer opnieuw uitvinden. En je ziet ze zich ontwikkelen, dat vind ik ook leuk. Ik hou ook van programma's waar mensen zich in ontwikkelen, dat er iets gebeurt. Ja. En dat gebeurt er gewoon als je het volgt. Dan zie je gewoon van, ja, eerst konden ze dat niet. En nu, en ook onder stress en hoe je daar dan allemaal mee dealt. Ja, ja. Ik vind het geen guilty pleasure. Oh ja, voor mij voelt het als een guilty pleasure. Maar ik verder kijk dat en ook niks heb waar ik voor thuis blijf of... Ik ben, heel veel mensen zeggen ook tegen mij, ja, heb je die en die reclame gezien? Of dit en dit programma? Want dat is dan nu. Is dan nu. Ja, ik weet het nooit. Dat, ik leef echt op een andere planeet wat dat betreft. Dat, maar dat is helemaal oké. Okay. Het is oké om dat niet te weten. En het is oké om het niet te zien. Het is oké om daar niet bij te horen. Ze hebben zeggen, dat is helemaal prima. Ik vind het ook gewoon heel lekker om 's avonds gewoon op de bank te zitten met een boekje. Dat, of mijn nerd life te leven, hè? Dat soort dingen. Ja, ja, ja. Why not? Toch? Heb je tot slot nog een tip of een advies of een quote of whatever, iets wat je mee wil geven aan de luisteraars? Dat is een hele brede vraag natuurlijk, hè? Ja. Ik kan nu echt 3 dingen zeggen. 1. Volg datgene wat je geluk geeft, zullen we zeggen. What sparks joy is echt een hele mooie leidraad om een rijker leven te leven.
Twee, stop giving a fuck over wat andere mensen denken, zeggen. En ja, dat is echt niet zo makkelijk altijd als dat dan denkt. Als dat klinkt, maar het leven wordt echt leuker van. En geniet, 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 geniet. Want ja, het leven is ook gewoon zo voorbij. Als je twee keer met je ogen knippert, dan is er weer een dag voorbij. En door heel bewust te genieten, ja, maak je het wel fijner, leuker en vooral ook rijker. Halleluja. Oh, dat is een mooie afsluiter. Ja, toch? Ja, heerlijk, Annemiek. Dank je wel voor je heerlijke energie en je inspiratie. En als mensen jou willen opzoeken, willen vinden, waar kunnen ze jou vinden? We doen natuurlijk ook linkjes in de show notes, maar... Sowieso op mijn Instagram, Annemieke Dissing. En ook op mijn tweede Instagram kanaal van mijn nieuwe bedrijf. En dat is Femfluencing. @Femfluencing. Daar kun je sowieso vinden. En verder op LinkedIn. En op de site die nu gebouwd wordt as we speak. Femfluencing.com. En voor de rest, weet je, Google gewoon even op mijn naam. En dan vind je een heleboel. Ja, en we zetten het in de show notes. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Annemieke, dank je wel voor je inspiratie, je energie en ja, superleuke antwoorden. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het echt een heel leuk gesprek ook. Dit hadden we nog wel 3 uur verder kunnen laten gaan. Maar op een gegeven moment moeten we een keer stoppen natuurlijk. Maar dank je wel, dank je wel, dank je wel. Ik durf geen podcast te maken van 2 uur. Ik zou het best willen, maar... Nou, ik denk dat we al in ieder geval een groot eind op weg zijn van in ieder geval over het uur of zo al heen. Ja. Maar dankjewel dat ik te gast mocht zijn. Dankjewel voor je mooie vragen. En ja, ga echt lekker hier nog heel, heel, heel veel jaren mee door. Want ieder gesprek wat je voert is weer een prachtig gesprek. Oh, dankjewel, dankjewel. Nou, en dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En nou, als je hem leuk vond, duimpje omhoog. En deel het met andere mensen ook vooral. En tot de volgende keer. En, ciao! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. @katkolno, met een T aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.